In deze instructievideo laten we zien hoe u de bedrading aansluit op de BDR91 schakelmodule. Gebruik daarvoor een netsnoer met een platte stekker zonder randaarde. En sluit de bedrading aan zoals hier aangegeven met blauw op N en bruin op L. De thermostaatdraad of de aansluiting naar de zoneklep is in bijna alle gevallen op A en B als maakcontact aangesloten. Zie voor overige situaties het aansluitdiagram hierbovenin. Vervolgens pakken we de schakelmodule zelf, plaatsen die bovenin in de twee scharniernokjes en drukken aan tot klik. We brengen de stekker in het stopcontact en testen de module door even kort op het knopje te drukken. Daarmee bekrachtigt u even de schakelmodule en zal de klep sluiten of de ketel aangaan. Is dat het geval, rond dan de test weer af door die weer uit te zetten en de bedrading is correct aangesloten.